Zo. Alles is afgesloten. En dan gaan we hierop naar de draafsingel. Waar in Hoorn dus, waar de stad is van de marathon van Hoorn. En ik ga de halve marathon lopen. We lopen dus nu het parkeerterrein af hier. De J.D. Poolstraat. Ik denk dat het in Hoorn Kersenbogert is. Heb ik zo het idee. Ik ga daar eens een keer een Nee Laken vragen, want die is hier beter bekend dan ik. Zo, dan gaan we even de grote weg op. Dit is de J.J. Poolstraat. Dan gaan we zo richting de draafsingel. We komen net daar vandaan. De draafsingel op. Verderop is de start. Dan gaan we die kant op. Deze kant. Ja. Strakbouw hemel. Er staat nu nog een windje. Hopelijk staat het er direct ook nog. Want ja, er wordt een temperatuur verwacht van zo'n 22 graden. En dat is best wel warm te noemen. Veel drinken dus bij deze. Dat zou ik ook zeker doen. En hier sta ik dus. Nou, ik ga dus zo starten, om 10:30. Dus terug om dan wat ik wil weten hoe het gegaan is. Dus deze is even afwachten. De sfeer is weer afgezien. Tot dan dus. Nou, we hebben dus de halve marathon gelopen. En vandaag dus. En de tijd was iets langzamer dan de vorige keer. Toen liep ik 2:15:23. En nu was dat 2:18:40 of zo. Wat ik op de site gelezen had. Dat was dus iets langzamer. Maar dat had zo'n reden. Het was erg warm vandaag. Het was warmer dan vorig jaar. Dit jaar was het 25 graden. Vorig jaar rondom de 20. Dus maar goed. Ik heb op zich voor mijn gevoel redelijk tot goed gelopen dus. En het was hartstikke leuk daar dus. Dus ik heb echt volop genoten van deze halve marathon van Hoorn van het jaar 2016. Bij deze dus even gezegd. Alsnog, nu ik ben thuis gekomen.